Ja, dit wordt een hele mooie nieuwsuitzending, want ik ga samen met Jurk Pliesman weer een stuk van het hoofdstuk 4 van Genesis, een stuk van een hoofdstuk van Genesis, te weten Genesis 4, het begin, dat gaan we doornemen. Jurk heeft even geëxcuseerd nog, want hij heeft een stevige verkoudheid opgelopen. Dus hij kan een beetje nasaal klinken, maar dat vergeven jullie ons wel. Hey, dag Jurk, je mag ook even hallo zeggen tegen de luisteraars. Dag Perry, en goedenavond, of goeiedag, goeiemorgen, whatever time dat je dat kijkt, naar de luisteraars en kijkers van deze video naartoe. Bedankt om terug dabei te zijn en te willen luisteren en kijken naar onze Bijbelstudie die wij aan het doen zijn. En alhoewel dat wij dus uiteraard in Genesis 1 begonnen zijn, is het niet die idee om de hele Bijbel van A tot Z op deze manier door te werken, want dat zouden we eerlijk gezegd, denk ik, in twee leeftijden nog niet kunnen doen. Nee, we hebben 1500 pagina's, ja. Precies. Ja, en Perry en ik, we zijn al een beetje van gezette leeftijd voor sommigen. Dus. Als we nou allebei 12 waren, hadden we een kans gehad, ja. Ah, misschien, ja, dan hadden we misschien een kans gehad. Maar in elk geval, in the beginning God created the heaven and the earth. Deze eerste boeken van dit eerste boek Mozes zijn heel belangrijk, want zo maken we met God tenminste een keer kennis. En wij zien ook een bevestiging in feite van, veel mensen worden ja in feite van bovenaf aangekeken, als we zeggen van, ik geloof in de Bijbel en ik geloof dat de aarde maar 6000 jaar oud is. Mm-hmm. En dan zeggen die van, hoe kunnen we nu zoiets geloven? Maar het is toch heel simpel, God heeft het zo geschreven. Hij heeft ons in de eerste paar boeken van Mozes, ik denk in Mozes 6 of zo, begint het met de bouw van de ark van Noah. Tot dan naartoe geeft hij ons de genetische volging, de genealogische volging van de mensheid. En dat kan men, als men zich daar een beetje mee bezighoudt, natrekken. En men kan precies uitrekenen in welk jaar na de schepping de vloed is gekomen. Volgens mij was dat 1600 en ergens iets. 1656 of iets in die richting. Voor onze jaartelling. Ik kan dat nakijken. Dus. Ja. Wat lief. Voor onze jaartelling dan. Ja, als je bij nul begint, hè. Ja. Oh, oké, als je bij nul begint. Ja. Als je bij nul begint, hè, dan was dat dan 1656 jaar ongeveer in die richting. Oké. Dus even rekenen. Ja? We hebben ongeveer 4000 jaar meegemaakt tot Jezus Christus kwam. En 2000 jaar sinds Jezus Christus in de hemel is. Mm-hmm. En niet meer hier op aarde verweilt. En dus is de aarde rond 6000 jaar oud. En daar zijn natuurlijk veel mensen die zeggen van het zit zo in elkaar, het zit zo in elkaar. Voor mij is het in feite heel simpel. Hè. De aarde is geschept in 6 dagen, de 7e dag heeft God gerust. De aarde gaat 6000 jaar bestaan voordat ook de aarde in een zevende, in een sabbatjaar gaat. En dat is dan de 1000 jaar die we met de Heer hier regeren en alle wereldlijke koninkrijken verdwenen zijn. Dat is voor mij exact hetzelfde. Mm-hmm. Daar is ook denk ik in Petrus, 1. Petrus of zoiets, is daar ook ergens zo'n spreuk van één dag met de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar met de Heer is als één dag. Mm-hmm. En dat heeft uiteraard betrekking daarop. Maar ja. Ik wil daar helemaal niet te veel over gaan discussiëren en afwijken van het onderwerp waarom dat we hier bijeengekomen zijn. We zijn toegekomen in kapitel 4 in Genesis. En het is heel belangrijk dat we verstaan van ja, kijk, hoe zijn we hier geraakt? We zijn hier geraakt door enerzijds hebben we geleerd van de schepping. En we hebben dan ook geleerd dat de mens niet gehoorzaam is geweest aan het woord van God. En dat heeft gevolgen. En die gevolgen hebben we ondertussen in kapitel 3 gelezen. En in kapitel 3, om er nog eventjes op terug te komen, vers 15, een heel belangrijke punt. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Hier hebben we de allereerste vernoeming van de Verlosser, van de Christus, van de Messias, Jezus Christus, die dat in orde komt zetten, wat Adam er toen verknoeid heeft. Daarom wordt Jezus Christus ja ook in veel gevallen de second Adam, de tweede Adam, genoemd. Oké. Ja. Zonder dan nu al te veel verder op in te gaan, ik weet niet, Perry, heb jij nog dingen die je wilt zeggen voor we gaan beginnen? Of, nee hoor, ga maar lekker door.
Dann werde ich mal beginnen in Kapitel 4 von Genesis, im ersten Buch des von Mose. Und in der Koning 611, Koning James Bible, liest sich das so. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Dan gaan we eventjes een keer terug naar vers 1. En Adam kende Eva zijn vrouw. Dat is een uitdrukking die we vandaag de dag niet meer al te veel gaan gebruiken. Als ik je op straat ontmoet en je vraagt, kende je denn die? Dan bedoelde je daar natuurlijk een andere soort kenning mee als dat kennen dat hier beschreven wordt in de Bijbel. Ja. De Bijbel is altijd heel duidelijk, maar ze gebruikt geen profane woorden. En met de duidelijkheid zegt de Bijbel hier ganz klaar en duidelijk wat er gebeurt. Adam en zijn vrouw zijn bijeengekomen. Ze zijn één vlees geworden, zoals Adam in Genesis 2 gezegd heeft. Therefore a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall become one flesh. Zoals men zich misschien nog herinnert, als we gelezen hebben in vers 24, Genesis 2. Ja? Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Wow, dat heb ik uit mijn hoofd daar perfect opgezegd, Joas. Ik ben een vuur. Ja, ja. En dus gaat kapitel 4 gaat op deze manier beginnen, dat dus nu Adam zijn vader en zijn moeder, ja, hij heeft zijn vader verlaten. Hij heeft zijn vader zelfs ontrouw geweest. En hij is met zijn vrouw samen. En hij kende Eva. Zij zijn één vlees geworden. En omwille van dat zij elkaar kenden en één vlees geworden zijn, heeft ze ontvangen en heeft een kind geboren, heeft Cain geboren en heeft gezegd, I have gotten a man from the Lord. Ik heb van de Heer een man gekregen. Ja. En daarna zegt ze, and she again bare his brother Abel. Dus ze zijn nogmaals bijeengekomen blijkbaar. En daarop heeft ze dan zijn broer geboren, Abel. En Abel was een hoeder van schapen, maar Cain was een, vandaag zouden we zeggen, een boer. Hè? Iemand die de grond bewerkt. Ja. Ja. Zal ik hem even in het Nederlands doen? Doe maar. Had uit mijn NBG. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Cain. En zij zeiden, ik heb met des Heren, hoofdletter H, hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder. Cain landbouwer. Maar ja, landbouwer, beter woord als wat ik gekozen had. Ja. Goed, dus hier weten we wat uit de eerste twee mensen die in deze wereld van mensen geboren werden gebeurd. Want Adam werd geschapen door de Heer uit de grond van de aarde. En Eva werd gesneden uit de rib van Adam. Cain is de allereerste geborene mens op deze aarde. En Abel, zijn broer, de tweede. Nu is het heel belangrijk dat we ook verstaan, Cain is de eerstgeboren. Ja? En in Rulers of Evil, wat verder niet hebben we lezen met mij, komen we op een bepaald ogenblik te lezen, waarom noemt de paus zich Peter? Peter. Die mensen zeggen altijd van, ja, hij is de opvolger van Petrus. Ja. En dat de paus zegt dat het Hebreeuwse woord Peter, dat uitgesproken wordt gelijk Peter, dat wordt geschreven P-A-E-T-R, dacht ik, staat in het boek daarin, in Rulers of Evil. Dat is in feite het Hebreeuwse woord voor eerstgeboren. Oh. En de paus, noemt zich zo omwille van dat hij afstamt van de linie van Cain. Ja, je kent toch ook waarschijnlijk die video's van de feit over, over Cain. Hoe noemt dat weer? The Mark of Cain. The Mark of Cain, dank je. Ja, The Mark of Cain. Ik heb daar ja ook, in Rulers of Evil is daar ja ook een kapitel dat erover gaat. Ja. Daar heb ik het er ook over gehad. En in dat kapitel staat dat daarin. Dat dus in feite, dat is, ja, je moet natuurlijk weten, de paus gebruikt mentale reservatie. Ja? Geistige of spirituele voorbehoudens.
die zij invoeren. Dat doen Jezuïten altijd. Deze paus is nu ook een Jezuïet, maar dat doet zelfs elke katholiek. En noemt zich dus de opvolger van Pieter. Als je dan eens een keer Tapassos in zijn denkwijze volgt, deze Pieter is de, dat is de Hebreeuwse naam voor eerstgeboren, en Kain was de eerstgeborene van Eva. En hij was de eerste mens die in deze aarde geboren werd met het weten van goed en kwaad. Oh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En daarop baseert dus bij wijze van spreken de paus, of dat is één van de redenen waarom dat de paus zou kunnen altijd zeggen van ik ben de opvolger van Pieter. Mm-hmm. Alleen verstaan wij onder Pieter de Petrus van de Bijbel, en dat is helemaal niet zo. Ja. Maar goed. Ja. Dat is één wat hem zegt en het andere wat hem is. Maar ik vind dat een interessante denkwijze van Tapassorsi. En iemand die dat nu eens een keer wil nakijken, raad ik alleen maar aan van bezorg je dat boek, je krijgt het gratis op het internet als pdf om te downloaden. Rulers of Evil bij F. Tapassorsi, en daar heb je in het einde, ik denk kapitel 22 of 23, The Mark of Cain, het teken van Cain. En lees het zelf en make up your own mind, zoals in Engels altijd zeggen. Ja, voor de kijkeraars heb ik de pdf erbij gepakt. Deze kan je zo downloaden. En de kijkeraars kunnen nu ook zien hoe je Tupper zoals hij schrijft. En Rulers of Evil is gewoon zoals je het zegt. Heersers van het kwaad. Useful knowledge about governing bodies. Dus, ja. Useful, moet je dat? Handige kennis of zo? Useful? Handig, bruikbaar. Ja, bruikbaar. Ja. We zeggen in Duits zeggen we handy, dat is dan handig. Ja, handig. Ja. Handige kennis over de governing, dus over de regerende entiteiten. Regerende entiteiten, ja. Dat is prima verhaal. Ja. En daar staat het inderdaad in, dat de mensen die mogen dit gewoon zelf erbij gaan pakken. Om het erbij te en ook nog even voor de luisteraars, over Rulers of Evil staan ongelooflijk veel uitzendingen op internet. Zowel door Tom Fresh heeft het denk ik ook gedaan. Jij hebt het gedaan. Ja. Wij hebben samen een aantal hoofdstukken gedaan. En ik denk nog wel meer mensen die zich daarmee hebben bezig gehouden. Mensen die dat volledige boek gelezen hebben, ben ik nog niet tegengekomen behalve... Alleen online te vinden, behalve Tom en ik zelf. Mm-hmm. Oké. Ja, er zijn altijd mensen die hier en daar eens een keer dingen uit dat boek gelezen, maar dat hele complete boek gelezen en besproken, gelijk Tom en ik dat gedaan hebben, dat heeft niemand anders niet gedaan, bij mijn weten. Ja. Ja, het gaat ook wel om tegen de 300 pagina's aan. Hè? Ja, het is dus geen zondagnamiddaglecturen, hè? Nee. Het is een boek waar men enorm veel weten uit kan gaan halen. En ik ben aan het luisteren naar de archieven van Tom Fresh van 2010. En hij leest dan dat boek The Ark and the Dove. En dat is in feite onderverdeeld in drie boeken. Dat eerste is, ik weet niet meer hoe dat noemt... Het tweede noemt dan in feite de zaad uitstrooien en het derde noemt in feite de oogst binnenhalen. Dat gaat over die twee schepen, de Ark en de Dove, die in 1634 in Amerika beland zijn. Vol met katholieken, jezuïten en protestanten. En als je Rulers of Evil gelezen hebt en je leest over de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika... Dan heb je, als je Rulers van Evil leest, al een heel ander begrip van de Verenigde Staten van Amerika in het algemeen. Hoe dat ze opgericht zijn, door wie dat ze opgericht zijn. Als dat je hebt, als je de gewone, ik zeg maar, schoolse geschiedenisles volgt. En hij, Tapassorsi, noemt ook dingen in dat boek die voorkomen in de jaren de taf. En voor zijn derde, de laatste deel. Van dat boek The Ark of the Dove van J. Moss Ives, een katholiek, en dat is trouwens dat is een boek geschreven van een katholiek voor katholieken. Ja, dus als je als protestant, als bijbelgelovige christ, je aan zo'n boek waagt als The Ark and the Dove, dan moet je heel goed in je geloof en in kennis staan van de Romeins-katholieke kerk, om dat boek überhaupt te mogen vastpakken zonder je vingers te verbranden. Dan ga ik u duidelijk
dan weet ik, dat is geen boek om met de smartphone aan te pakken. Ja? Nog even op, even een technische maar opmerking. Kennis. Even heel, heel kort. Je hebt nog steeds die storing. Die is net zo vervelend als toen net met Skype. Maar we gaan toch maar gewoon door. Ik kan die storing er niet uitfilteren, want af en toe val je weg. Maar op bepaalde momenten, ik denk dat het zit in die draadloze verbinding. Heb jij misschien een mobiele telefoon daar in de buurt liggen? Ja. Misschien dat die af en toe contact maakt met het basisstation via de GSM. En dat dat stoort op je... Ik zeg maar wat hoor. Ik weet niet, ik heb mijn GSM nu uitgeschakeld. Nou, kijk wat wel. Je kan hem ook een meter verder opleggen. Ja, nu is hem uitgeschakeld, dus dat is dan waarschijnlijk... Mooi, dan gaan we gewoon lekker door, ja. Wacht, ik kan eens nog een keer de laadkabel terug aansluiten. Misschien is dat dan ook beter. Moet ik eerst eventjes hier een extra disk hier uitwerken. Dan kan ik de laadkabel terug insteken. Ja, dat duurt ook allemaal een beetje. Neem jij maar gewoon je tijd. Ja mensen, zo gaat dat. Het is helemaal niet makkelijk om met consumentenapparaten iets een uitzending te maken die professioneel lijkt. En dat is altijd weer een geputs. Ja, meestal werkt het erg goed. Ja, soms zit het tegen en dan moet je weer even het evenwicht vinden. Nu heb ik het laadkabel ook terug aangesloten. Dus ik zit hier op 50 centimeter boven... De USB-aansluiting, die kabellose aansluiting van mijn microfoon, laat nu terug op. Dus ik zal niet weten wat ik anders nog zou kunnen verbeteren aan de kwaliteit van het gesprek. Nee. Nu is het de laatste tientallen seconden, is het prima. Oké. Ga maar lekker door. Waar was ik blijven staan? Want ik ben eventjes met een draad verloren. Ja, precies. Nee, maar gewoon, anders ga je gewoon, misschien dat ik je zo dadelijk... Met the Ark and the Dove. Dat je dus, als je dus Rulers and Evil, Rulers of Evil leest, dat je dan al een andere kijk daarop krijgt hoe dat de Verenigde Staten van Amerika ontstaan zijn. Mm-hmm. En als je dat dan verbindt met wat in the Ark and the Dove staat, zeker in het derde deel van dat boek, The Harvest, waar het voornamelijk gaat over quote-unquote First Citizen, zoals hem genoemd wordt in Rulers of Evil, Charles Carroll. Mm-hmm. De rijkste Amerikaan in de tijd, of de rijkste kolonist in de tijd. En die afkomst van die familie kent, van de Calvert-familie. En al die dingen, ik wil daar nu niet echt in detail gaan. Maar dat is zo schitterend als je die dingen bijeen ziet. Als je een deel van het, als je dat ene boek leest en dat andere boek leest en hoort. En dan vormt zich ergens een gesamtbeeld over zo'n dingen. Uh-huh. En. Tapas Saucy heb ik daarom vernoemd, omwille van dat we hier nu over Cain lezen, het Mark of Cain, het teken van Cain, dat ja iedereen al een keer kent, dat is ja toch zeer biblisch. En ik vond dus die uitleg van Tapas Saucy in zijn boek Rulers of Evil over waarom de Paus zich de opvolger van Petrus noemt, dat hem zegt van, hij gebruikt mentale reservatie en dat is Peter, en dat is de Hebreeuwse woord voor eerstgeboren, en Cain was de eerstgeboren van Eva, en daar zijn we juist hier, vond ik zo schitterend. En dat is ook eens een keer iets interessant om na te trekken en te kunnen gaan begrijpen. Kijk, er is maar één waarheid, maar er zijn honderden leugens. Dus als de paus of de Romeins-Katholieke Kerk een uitleg gebruikt, dan moet niet elke uitleg die zij gebruiken, de enige hundertprocentige uitleg zijn in die zij geloven. Zij kunnen alle mogelijke interpretaties van deze uitleggen kunnen gaan gebruiken en geloven en zonder de ene afbreuk te laten doen aan een ander. Ja. Als ze maar niet de waarheid vertellen, dat is iets anders. Ja. Die wordt altijd getwist. Maar er is maar één waarheid en er zijn honderden, als niet duizenden of tientallen duizenden van leugens. En daar moeten we ons... Lena. Ja. Krasjesmanski heeft ook altijd ruzie met zijn honden. Ik heb geen ruzie met mijn hond, maar die moet hier niet kuchend binnenkomen. Dan kan ze even goed buiten blijven. Mm-hmm. Dan weet ze Google nog. Ja, wat is het? Eet het dan. Heeft daar een beentje dat ze aan wil gaan knagen? Ja, eet het dan. Staat daar. De staat gaat heen en weer en ze kijkt me met grote koe-ogen aan.
Even voor de, even voor de kijkeraars. Het is een heel leuk hondje, hoor. Ja, absoluut. Schat van een beestje. Ja, maar dat gekrug, die doet mij nog concurrentie met mijn hoestgebaar. Oké, okay, pak hem maar verder met vers 4. Ja. Vers 3. Nee, in de vers 3, sorry, ja. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. Mm-hmm. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had no respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Mm-hmm. Nu wordt het misschien interessant om eventjes lekker te gaan stoppen met deze lezing. Ja, dan pak ik hem weer in het Nederlands dan. Wilde je dat? Ja. Na verloop van tijd nu, bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heere, met een hoofdletter H, een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van de eerstelingen zijner schapen van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Ja, dan, daar waren we toch gebleven? Of even kijken hoor, nee. En dan toen werd Kain zeer nog toornig en zijn gelaat betrok. En de ja, dat was het. Ja. Precies. Tot zover zijn we gegaan. Nu, dat is ook weer een parallel. De Bijbel komt hier in feite terug met niks nieuws af. Ze vertelt u alleen in andere woorden hetzelfde verhaal nog eens. Zoals we ons herinneren, is in kapitel 3 de slang naar de vrouw gekomen en heeft de vrouw verleid om van de vrucht van de verboden boom in het midden van de tuin te eten. En de vrouw deed dat en heeft haar man ook gegeven. En opeens zagen ze dat ze naakt waren. Aha. En hebben ze zich schorten, of hoe heb je dat anders gezegd, want schorten heeft je ook met vrijmetselaars te doen. Moeten we zien dat we niet het woord schorten gaan gebruiken, maar dus ze hebben zich iets gebasteld uit vijgenbladeren, mm-hmm, om hun naaktheid te bedekken. Mm-hmm. En hebben zich verborgen voor God, die hen dan toch gevonden heeft en die hen dan vellen gegeven heeft van dieren om zich mee te gaan bedekken. Ja. Ja. En dat is nog altijd interessant blijkbaar dat we daarop terugkomen, dat de mensen dat goed kan begrijpen. Mm-hmm. Met andere woorden, de mens is van zijn glorie gevallen door het woord van God niet na te volgen, mm-hmm, en heeft dan zijn eigen verlossing geprobeerd te organiseren, uh-huh, bij wijze van spreken. Door te zeggen van, ja kijk, ik maak mij hier zelf deze vijgenbladeren en hou me die voor, en daarmee is mijn onrechtwaardigheid bedekt. Bij wijze van spreken. Ja. Maar de mens kan niet zorgen voor zijn eigen verlossing. Mm-hmm. Alleen God kan zorgen voor die verlossing. En daarom kwam God af met die dierenhuiden. En hier hebben we nu hetzelfde met Kain en Abel. Mm-hmm. Kain brengt de vruchten van de grond, dus de vruchten van zijn werk. Mm-hmm. En Abel brengt de vruchten van zijn dieren. Ja. Hij brengt dat bloedoffer. Ja, hetzelfde bloedoffer dat God gebracht heeft als hij hem de diervellen gegeven heeft. Want een diervel krijg je ook niet zonder dat je dat vel dat beest over die oren trekt. Ja. Ja. En dat heeft God moeten gaan doen. Ja. We weten dat van Jezus gezegd wordt dat hij het lam is dat geslacht werd even voordat de wereld opgericht werd. Ja. Ja. En over dit lam gaat het hier. En als we hier nu Kain en Abel gaan volgen, in de versen tussen 4 en 6, wat we juist gelezen hebben, of tussen 3 en 5, wat we juist gelezen hebben, dan worden we erop attent gemaakt dat het er in feite darum gaat om de Schepper God, ik noem hem maar zo,
de Vader, de schepper van hemel en aarde, eer toe te brengen. En deze eer kan op twee manieren toegebracht worden. Kan toegebracht worden door mijn werk dat ik hem geef, of, zoals gezegd is, zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving van zonde. Ik kan dat doen als ik bloed vergiet, en dus uiteraard om dat bloed van mijn eerstgeboren dieren die ik gekweekt heb. Dus waar Abel het doet op de, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, goddelijke manier, doet Kain op de menselijke manier. Ja. Kain is voor mij in feite de eerste paus. Kain is voor mij een voorbeeld van Farao. Kain is voor mij een voorbeeld van Nebukadnezar. Kain is voor mij een voorbeeld van Caesar. En Kain is voor mij een voorbeeld van de paus. Ja. Van de antichrist. Ja. Omwille van dat ook de Romeins-Katholieke Kerk leert dat je door werken gered bent. Ja. De Bijbel zegt, en Martin Luther heeft daar zo'n mooie spreuk van. Moet eens een keer zien, dan moet je me eventjes een keer de tijd geven, alstublieft. Ja, dat ik dat heel eventjes kan gaan opzoeken. Ja. In de pictures heb ik dat hier staan, moet ik dat eventjes works een keer met een trefwoord zien te zoeken. Martin Luther heeft gezegd, en dat is in Engels dat ik het eens een keer voorlees, our works do not generate righteousness, rather our righteousness in Christ generates works. Ja. Dus onze werken produceren geen rechtvaardigheid, maar onze rechtvaardigheid in Christus produceert werken. Ja. Als ik dat zo op die manier goed vertaald heb naar het Vlaams nu. Ja? Ja? Oké. Okay. De Romeins-Katholieke Kerk leert precies het omgekeerde en zegt, zonder de werken is er geen verlossing. En daarom moet je al die sacramenten in de Romeins-Katholieke Kerk volgen. Ja? Begonnen bij de mis, Eucharistie en alles erop en eraan. Ja, confessie. Ja. Wat blieft? Confessie, dus de biecht op zijn Nederlands. Confessie? Ja, ja. Conversie is iets anders. Nee, confessie. Confessie. Confessie, ja. To confess. Engels. Ja, ook een spannend boek dat die mensen misschien eens een keer moeten gaan lezen. The Woman, the Priest and the Confessional by Charles Chiniquy. Zeer interessant boek om te lezen. Bestaat in Duits en in Engels. Daar ga ik nog eens even in verdiepen. Ik heb de PDF daarvan, dus als je die niet hebt, kan ik je bestellen. Och, maar die kan ik ga het toch terugluisteren, dan zal ik het even noteren. Zoek ik hem wel op. Als ik hem niet kan vinden, dan stuur ik jou wel een Skype. Ja, The Priest, The Woman and The Confessional. Ja. Zeer interessant boek van Charles Chiniquy. Niet alleen maar 50 Years in the Church of Rome, wat hem geschreven heeft, maar dus ook, dit is een zeer interessant boek. Ja. Even voor de kijkers, mag ik even ingrijpen om het duidelijk te maken? Charles Chiniquy was iemand die heeft gewerkt, mag je wel zeggen, binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Die kreeg uiteindelijk een rechtszaak aan zijn broek, volledig onterecht. En de beroemde Amerikaanse president die zo ellendig zijn einde gevonden heeft in een theater, die heette Abraham Lincoln, die heeft Charles Chiniquy weten vrij te laten spreken. Dus Abraham Lincoln was de advocaat van Charles Chiniquy, zodat Charles Chiniquy niet onterecht naar de gevangenis zou gaan. En Charles Chiniquy die zei, die stond na afloop van de, ja, zijn overwinning eigenlijk bij kans te huilen. En Abraham Lincoln vroeg aan hem van waar vandaar deze tranen, want we hebben toch gewonnen. Ja, zei Charles Chiniquy, dan heb je gezien hoe ze naar je keken en het waren allemaal Jezuïeten. Dus ik vrees voor jouw leven. Nou, dat was een mooi voorspellend gevoel van Charles Chiniquy, want dat duurde nog een paar jaar. En toen was meneer Abraham Lincoln doodgeschoten. Maar ga dat even terzijde, tot iedereen weet waar je het over hebt. Ja, ja, dat is prima. Charles Chiniquy heeft geleefd tussen 1809 en 1899. Dus... Dat we dan ook eens een keer eventjes vernoemd hebben. Hij is 90 geworden dus. Als ik niet mis ben. Ik denk ik geleefd tot 1899. Ja, ik ben vrij zeker, maar ik kan er nu ook niet op zweren. Nee, maar het was de precieze tijd. En Abraham Lincoln is vermoord in 1865. Op 15 april, ja. 15 april ook nog, ja. Ja, een heel belangrijke datum, 15 april. Ik heb vandaag nog een
video gezien dat ik enkele jaren geleden op mijn tweede YouTube-kanaal opgeladen heb. Een uitzending met onder andere Eric John Phelps. Uh-huh. En daar gaat hij op die 15 april in. Oké. Okay. 15 april 1933, dat Roosevelt het goud verboden heeft in Amerika. 15 april 1960, waar Lyndon B. Johnson zilver in de Verenigde Staten verboden heeft. 15 april 1865, waar Abraham Lincoln vermoord werd. En waarom dat 1865 voor de Jesuiten een interessant datum is. Dat was daar allemaal in vermeld. Dat is een video, dat vind je op mijn tweede YouTube-kanaal. Als je wilt weten, dat is, dan zal ik die wel uitzoeken. Moet je mannelijke vragen in de commentaarsectie van deze video. Ja. Maar we blijven staan dus hier bij Genesis. Mm-hmm. En heel belangrijk vind ik dat we die verbinding maken, dat na de val van Adam en Eva zij geprobeerd hebben zichzelf hun rechtwaardigheid terug te geven door zich te bedekken met die bladeren van de boom. Ja. En God hun dan vellen van dieren gegeven heeft, dat we hier de gelijkenis zien wat er hier gebeurt tussen Kain en Abel, die allebei de vruchten van hun tussen Anhangstekens werk geven ter Ehre van de Heer. Mhm. Den ene neemt niet dat wat hij zelf geschapen heeft, maar neemt een beest en slacht het in de naam van de Heer, en Kain niet. Nu, da zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen van, ja maar, hoe heeft Kain dat dan kunnen gaan weten? Dat hem alleen maar, wat had hem damit te doen? Want hij was doch Landbauer. Als hij Landbauer is en dus geen Veeteler, dann kann hem doch ook geen erstgeboren Beest geben. Mhm. En wist hem dat überhaupt? Ja nu, ik ben vrij zeker, ook al staat het er niet woordwoordelijk in de Bijbel, dat uiteraard de mensen allemaal wisten welke wetten ze te volgen hebben als ze in de voetstappen van God willen gaan lopen. Uh-huh. Of als ze in Gottes ogen tussen aanhalingstekens rechtvaardig zouden willen zijn. Als ze mannen van God zouden willen zijn. Uh-huh. Zie, wij komen later in het boek Genesis, het ganze boek Genesis is vol met mensen die trouw waren aan God. Ja? Ook met veel mensen die niet trouw waren aan God. Uh-huh. Maar wat betekent trouw aan God zijn? Voor ons betekent het dat we ons aan zijn wetten houden. Maar de wetten, die krijgen we toch eigenlijk pas geleerd door de Israëlieten in Exodus, het tweede boek Mose, in kapitel 20, vers 4 en verdergaande. Mm-hmm. Nee, deze wetten zijn al op voorhand bekend. Daar ben ik vrij zeker van, maar daarom moet het niet expliciet vernoemd worden. We weten van in het eerste boek Mose, dat op de zevende dag God na de zes dagen de wereld geschapen te hebben gerust heeft. Of geschepte hebben gerust heeft. Mm-hmm. En hij de zevende dag heilig verklaard heeft. Mm-hmm. En alleen hij kan dat doen, want alleen hij is heilig. En alleen wie heilig is, kan ook iets heilig maken. Ja. Mm-hmm. Dus dat was in kapitel 2 in de eerste drie versen. En dan staat dan in vers 3, God blessed the seventh day and sanctified it. Ja. Hij heeft hem gezegend, de zevende dag, en hij heeft hem heilig gemaakt. Want dan is, wat is sanctification? Heilig maken, hè? En alleen iemand die heilig is, kan iets heilig maken. Nu kan hij mij nog niet vertellen dat God niet in staat was om de mensen die hem dan op deze aarde gezet heeft, om hem en zijn wetten te volgen, dat die mensen die gezegd heeft van, ja kijk, ik heb u de Sabbat gemaakt om die Sabbat te volgen. En ik heb de Sabbat gemaakt voor uw mensen, want zes dagen moet je in het zweet van je aangezicht landbouw bedrijven of ander werk aan doen, om uw leven te verdienen, want in de Garten van Eden heb ik je buiten gesmeten, want daar was je ongehoorzaam geweest. Ja. God geeft de mensen doch zijn wet mee, zoals hij dat met ons toch ook doet. Hij geeft ons toch ook zijn wet mee. Daarom zijn Perry en ik hier vandaag samengekomen en houden zijn wet in handen. Wij houden zijn instructies voor ons leven in handen, de Bijbel. Mm-hmm. En iedereen die beweert van, ja maar mensen wisten dat niet in de tijd, dat is niet waar. Dat kun je natuurlijk zo interpreteren, dat is altijd makkelijk om dan de schuld op een ander te leggen in plaats van op jezelf. Kein had in dit geval, omdat hij zelf geen dieren aan het kweken was, hij had toch naar zijn broer kunnen gaan en had zijn broer van zijn landbouwproduct kunnen verkopen en van hem een dier kunnen kopen dat hij dan had kunnen offeren voor de Heer. Ja. Maar dat heeft hem niet gedaan. Hij heeft daarvoor beslist zijn eigen werk te brengen en te offeren. En dat is nu precies waar het verschil is tussen ja, Romeins katholicisme of katholicisme van heidendom, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Niet alleen maar Romeins katholicisme, maar dat is in alle heidense religies zo.
Dat zijn alle religies die niet gebaseerd zijn op de scheppergod van de Bijbel, op Jezus Christus en de Vader. Al die hebben het gemeen dat ze hun eigen werk hoger plaatsen als, bij wijze van spreken, dat geschenk van God. Ja? Die zegt, door het geloof zijn ze gered. Want dat bloed dat Abel verspild heeft van dat beest dat hij geofferd heeft, dat heeft hem niet zalig gemaakt. Maar het geloof daarin, dat heeft hem zalig gemaakt. En dat geloof was in het Oude Testament hetzelfde als in het Nieuwe Testament is. Ja. Het is het geloof dat u de rechtvaardigheid geeft. De rechtvaardigheid wordt u geïmplanteerd, wordt u ingebracht door Jezus Christus als je in hem gelooft. Dat is niks wat je kunt krijgen door mensen of zo. Ja, en daar is uiteraard het verschil met de heidense geloven die altijd mensenwerk en zo voorafstellen op dat van God. En hier hebben we dus heel duidelijk dat geval dat Abel dus de eerstgeboren van zijn herd, van zijn flok daar, wat is ja, zijn kudde, van zijn kudde, ja. Dank u, van zijn kudde gebracht heeft en de fat thereof, dus met andere woorden, dus ook het geslachte daarvan, hij heeft het dus geofferd en God had respect daarvoor. En aan Kain en zijn offering had hem geen respect, want die heeft gewoon de vruchten van zijn aarde gebracht, die wilden voor zich heen roffen. En dat hem zegt van kijk wat ik gedaan heb om u te plezieren. Wat kan ik doen om God te plezieren? Mm-hmm. Wat kan ik doen om God te plezieren? Ik kan niks doen. Absoluut niks. Mm-hmm. Jezus Christus kan iets voor mij doen. En ik kan alles doen met Jezus Christus. Mm-hmm. Maar zonder Jezus Christus kan ik niks doen. En voor de Heer kan ik alleen niks niet betekenen. Ik kan doen wat dat ik wil. Ik zal nooit meer in de ogen van God als rechtvaardig herkend worden omwille van iets wat ik doe. Mm-hmm. Nooit. En dat is het grote probleem met het geloof van de heiden. Die altijd zeggen van, jawel, in de Bijbel staat heel duidelijk in een bepaalde plaats, je kunt het een keer uitzoeken als je wilt, staat erin klaar, dat is no respecter of persons. Ja, de Heer is geen, hij respecteert niet de persoon. Nee, klopt. Dan kun je doen wat je wilt. Mm-hmm. En als je dat niet begrijpt, ga je altijd de verkeerde weg op, ga je de weg op die Kain opgegaan is. Die zegt van, kijk, ik ben zo'n goede mens, en kijk eens wat ik zwaar gezwoegd heb, en gezweet heb, en alles, en wat ik u hier breng, en dat offer ik nu voor u. Nee, moet niet. Dat is niet dat wat ik moet hebben. Ja. En daar mij niemand niet vertellen, dat Kain dat deed in onwetendheid. Dat was zeker niet. Goed, ja, geen probleem. Ik, ook wel mooi. Ik zit er nu over wat je net gezegd hebt even heel diep na te denken. Ik denk dat je daar belangrijke dingen te berde brengt. Dat is een mooi Nederlands woord. Dat je goede dingen aan de oppervlakte brengt. Ja. Ik ga er lekker over nadenken. In vers 6 varen we dan voort. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel and his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. Dus vers 6. And the Lord zei tegen Cain, waarom zijde jij kwaad? Of slecht gezind? Of wrath? En waarom? Ja, vertaalde jij dat eens een keer. Je kunt ik zal even, ik pak gewoon de MBG erbij. Ja, en de heren, met een hoofdletter H, zeiden tot Kain, dubbele punt. Waarom zijt gij toornig? En waarom is uw gelaat betrokken? Dat is nummer 6. En dan 7 erachteraan. Ja, doe maar verder. Ja. Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat. Doch over wie gij moet heersen. Dat is het einde van 7. Dat is een stuk langer dan in het Engels, in de King James.
Ja, het valt mee. Mocht gij het niet opheffen? Ik snap het niet helemaal goed. Kan je het toch maar, ook leg het maar voor mij anders maar. Ja, ik kan nu ook niet de hele Bijbel woord voor woord uitleggen en expliceren. Maar wij moeten ons eventjes een keer één ding herinneren. Uh-huh. En dan moeten we eens een keer een ander boek in de Bijbel opslaan. Uh-huh. En dat is het boek van Jesaja. Uh-huh. Ja. En als we in Jesaja kapitel 14 open doen, zal ik je eventjes een keer gaan doen. Uh-huh. Kapitel 14, daar lezen wij in vers 12. How art thou fallen, from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which didst weaken the nations? Mm-hmm. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, en zo verder en zo verder. Ik lees het nu allemaal voor. Hey, maar ik wil even de tekst erbij pakken voor de screencast. We hebben Jesaja en dan welk? Jesaja 14 vers 12. En 14 12, oké. Okay. We hebben dat in het verleden nogal gedaan. Ik wil daar niet terug op gaan. Mm-hmm. Maar we weten dat dus de val van Lucifer, mm-hmm. van de meest vooraanstaande engel die God ooit geschaapt heeft in de hemel, mm-hmm. die hem het hoogst gezet heeft, die direct onder Jezus Christus in de hemel stond, die is gevallen omwille van pride, ja? Trots. Ja. En dat is hetzelfde wat dat God hier tegen Kain zegt. Ja. If thou doest well, shalt not thou be accepted? And if thou dost not well, sin lieth at the door. Als je niet goed doet, dan komt de zonde aan de deur liggen. Dan komt de zonde binnensluipen bij u. Mm-hmm. Ja? Maar wie bepaalt wat goed en wat slecht is? Ja, in dit geval bepaalt Kain dat zelf, gelijk de paus bepaalt wat goed en slecht is. En niet God. Maar het is God die bepaalt wat goed en slecht is. Alleen maar aan Gods normen moet ik mij laten meten, niet aan mijn eigen normen. Mm-hmm. Ja? En dus de gevaar is, als ik bij wijze van spreken dus dat niet doe, ja, dan ligt de zonde aan de deur. En wat is de eerste zonde? Wel, de eerste zonde is die Lucifer tot val gebracht heeft in de hemel. Trots. Trots, ja? Ja. Zoals we in Jesaja dan heel goed lezen kunnen. Ne? Lucifer heeft gezegd, I will ascend into heaven. Ja? I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Ja? Dus hij heeft geijverd om God zijn plaats in te nemen. Mm-hmm. Door ijdel te zijn. Trots te zijn en ijdel te zijn. En dat heeft zijn val veroorzaakt. En dat is hetzelfde hier met Kain. De eerste mens die geboren is met het weten van goed en kwaad, vergeet dat niet. Ja. Er was waarschijnlijk nooit een mens intelligenter op aarde dan Kain. Van weten, weet je? Mm-hmm. Als je moet begrijpen van hij heeft alles meegekregen van zijn vader, alles meegekregen van zijn moeder, van Kain en Abel. Van Adam en Eva, maar van Adam geschapen werd in het gelijkenis van God. En hij heeft dan ook nog al het kwade weten meegekregen. Ik denk dat Kain enorm veel weten had in die tijd. Ja? Dat het een enorm intelligente mens was. Maar het is zijn eigen dunk. Dat kan men zeggen in Vlaams. Hè? Eigen dunk. Ja? Het is zijn eigen dunk die hem zijn handelingen laat doen. Uit zicherheid. Het is hetzelfde wat we vandaag de dag in onze maatschappij altijd meemaken. Ikke, ikke, ikke. En de rest kan lekker stikken. Absoluut, ja. Op zijn Amsterdams klinkt het ook heel mooi, ja. Ja, dan ken ik het niet. Nee, ik kan geen Amsterdams, spreek ik wel. Als alleen maar een accent trouwens. Hoor. Een hoop Jiddische woorden erin. Dus, Oh ja. Nee, dat is alleen maar mee kan te plagen als vrolijkheid. Ga maar door, pak hem op, hè, vers 8. Ik vond het goede. Ik snap hem nu. Ik snap nu vers 7. En de mensen die er zijn die dat niet nog steeds snappen. Maak maar een comment, dan pakken we dit vers nog een keer op. Dus, maar ik vind dat je het goed hebt uitgelegd. Het is voor mij nu duidelijk. Vers 8 heb ik toch al gelezen, hè? And Cain talked with Abel his brother. Oh ja, ik ben nu toch gaan, ja, precies. When they were in the field. Ja, gaan we when door. They were,
when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Terug ter passatie maakt hier in The Mark of Cain in zijn kapitel van het boek Rulers of Evil een prachtige opmerking in zicht van Cain is dan dus gewoon, ja, hoe zegt men dat? In Duits zeggen we dat woord trotzig. Ja, maar trotzig is iets anders in Vlaams. Trotzig is tegenspelig geweest. Tegendraads. Opzettelijk. Ja. Opzettelijk tegen God geweest. Nou, de motto zo van, ja, als hij dan wil dat ik hem een bloedoffer breng, dan breng ik hem het ultieme bloedoffer, namelijk mijn broer. Ja? Ja. We moeten dat eens een keer lezen in Rulers of Evil. Het leest zich uit de samenhang schitterend op die manier, als je in de denkwijze van Cain op den ogenblik te beginnen verzetten. Ja. Hij zegt dus gewoon met andere woorden, kijk, als mijn doen niet goed genoeg is, dan moet ik ervoor zorgen dat er geen ander doen is. Dan is er geen keuze tussen doen, dan is mijn doen altijd goed genoeg, want er is geen ander. Ja, als ik die dood maak, die het goede offer gebracht heeft, dan brengt die geen goed offer meer, dan is mijn offer daardoor goed, dat mijn offer het enige offer is. Dat is Cain zijn denkwijze. En dat is ook de denkwijze van de Romeins-Katholieke Kerk. Alleen de denkwijze van de Romeins-Katholieke, daarom zegt de Romeins-Katholieke Kerk, buiten haar is er geen verlossing mogelijk. Ongelooflijk, hè? Waar halen ze het lef vandaan eigenlijk? Ja, maar kijk, als je de Bijbel begint te lezen met het verstand dat de paus de antichrist is, en dat de Romeins-Katholieke Kerk de synagoge van Satan is, dan lees je de Bijbel met ganz andere ogen. Je verstaat ineens dingen in passages die wij juist hier aan het lezen zijn, die zich anders nooit zouden openbaren op deze manier. Daarom zorgt de Romeins-Katholieke Kerk daarvoor, want ik heb daar straks uw woordje verkeerd verstaan, ik heb verstaan conversie, in gezegd confessie. Confessie, ja. Maar de Romeins-Katholieke Kerk zegt ja, convert or die. Oh ja, 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 precies. Ja. Zoals dat boek van Edmond Paris ook noemt, dat hem geschreven heeft over Joegoslavië, over de HDN, over de Kroatische staat van tussen 41 en 45 en de Ustashi en de genocide aan meer dan 1 miljoen Serben in die tijd. Ja, waar niemand nie over gaat spreken. Nee. Zo dingen, de Romeins-Katholieke Kerk zegt convert or die. Behalve bij ons is er geen verlossing. En als er geen verlossing is, dan zijn we sowieso al dood. Dus dat kunnen we je ook afmaken. Ja. Dat is de bedoeling, of dat is de denkwijze van de Romeins-Katholieke Kerk. Je bent alleen gered als je bij ons bent. Als je niet bij ons bent, zijn je niet gered. Als je niet gered bent, zijn je dood. Dan zijn je nu al dood. Daar komen, mijn lieve toeschouwers, daar komen al deze zombiefilms vandaan. Ach, ja, natuurlijk. Ja, dat is ik maak de connectie nu ook, maar ik vind het wel heel mooi dat je even dit verband legt. Een brugje noem je dat. Ja. De levende doden. En pas op, en hoe kun je een zombie doden? Nou, ik ga het nu niet opnoemen. Ik heb genoeg zombiefilms gezien om te weten dat dat vrij moeilijk is. Je kunt een zombie maar op één manier doden, Perry. Ja? En dat is door zijn kop te vernietigen. Ja. En wie is de kop van de bruid van Jezus hier op aarde? Wie is de hoofd van de kerk? Nou, Jezus, hè? Jezus is het hoofd. Wij zijn het lichaam. Ja. Hij is het hoofd. Ja. Je moet dat eens een keer bezien in die context. Zij maken die zombiefilms en die kunnen een zombie, een levende dode, dus wat wij allemaal zijn, die we buiten de Romeins-Katholieke Kerk proberen ons leven te gaan doen en gerechtigheid te vinden in de Heer, die ons geschapen heeft, en niet in de Heer die van een conclave ergens gekozen is en die van zichzelf meent dat hij God op aarde is. Wij volgen de Heer Jezus Christus. Hij is het hoofd van de kerk. De kerk is zijn lichaam. En hij is het hoofd. Dat staat trouwens zo in de Bijbel. Ik maak hier niks op. Je kunt allemaal Bibels natrekken wat ik zeg. Dat klopt, luisteraars. Ik heb het zelf ook gelezen. Gaan we door. En dus het punt is, als je de lichaam onthoofd, dan is het rustig. Dan is het gedaan. Ja. Dan is het leven voorbij. En Jezus is de God van de levenden en Satan is de God van de doden. Ja.
Dus moet hij alles levende doden om dan God over zijn rijk te zijn. Het dodenrijk. Ja, precies. Ja. En dus moet ik het hoofd vernietigen. En Satan probeert van begin af aan het hoofd van de kerk te vernietigen. Hij kan beginnen aan het lichaam te knabbelen, maar dat helpt niet. Dat doodt hem niet. Het enige wat hij kan doen is proberen het hoofd te doden, maar dat kan hem niet, hij heeft de macht niet toe. Maar als je dat dan wel interpreteert in onze maatschappij, en zoals ik daar juist gedaan heb, bijvoorbeeld met die zombiewinkels, dat is de enige films, dat is de enige reden waarom dat je een zombie alleen door het hoofd te vernietigen kunt doden, het hoofd dat alles stuurt en dat het hoofd is van het lichaam. Het lichaam doet niks niet meer, ene keer je het hoofd vernietigd hebt. En ik denk dat zo'n zichtwijze ook iets daarmee in spelen. Want tenslotte zijn al deze zombiefilms, voor 99% komen ze uit Hollywood, uit Amerika. Uh-huh. En we weten dat Hollywood geregeerd wordt door de Jezuïeten. En wie dat niet weet en wie daaraan twijfelt, die raad ik aan. Kijk mijn aflevering van Hour of the Truth, It's Simply Amazing. Bijna 2 uur lang, uh-huh, die zeer gedetailleerd uitlegt dat Hollywood, niet alleen Hollywood, maar Hollywood vooral door Jezuïten geleid is. Of dat dan nu een Jood aan de top zit van dit of dat, dat speelt geen rol. Maar wie van achter de schermen gaan zitten, dat zijn de Jezuïten. Ja. En de Jezuïten zijn niks anders dan de militaire arm van de Romeins-Katholieke Kerk, van de synagoge van Satan. Dus Satan zelf brengt deze verhalen in deze wereld uit. Die heeft er nog een reden toe om dat te doen. En dat is niet alleen maar om u te onderhouden, te entertainen, maar ook om dat te gaan doen. Want entertainment is de vervanging van vreugde. Ja. Daar moet ik eens een keer over gaan nadenken. Absoluut. Entertainment. Ja, dat is een plezierigheid. Is de vervanging van vreugde. Die je hebt als je het woord van God leest. En als je één bent met uw Vader. En één bent met Jezus Christus. En dan gebeurt je helemaal niks. Nee. Dan kan je ook helemaal niet dood. Nee, want dan heb je het eeuwige leven. Dan verzamel je geen schatten op deze aarde, waar motten en roest ze aantasten. Maar dan verzamel je ze in de hemel. De enige spaarrekening die wel telt. Zal ik even in het Nederlands dan vers 8 oplezen? Zijn we met een... Ja, doe maar. Okay, ja. Maar Kain zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Dat staat hier tussen haakjes. Dit is toegevoegd aan het verhaal in het Nederlands trouwens. Want dat staat niet in de King James. Toen zij nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Dan ben ik klaar, hè? Ja. Nee, nu komt de beroemde vers 9. Ja. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Ja. Zal ik gelijk het Nederlands doen en dan mag je er gaan becommentariëren. Toen zeiden de heren met hoofdletter H tot Cain, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, Abel dus, dubbele punt, ik weet het niet. Kain. Kain. Abel zei niks meer. Nee, precies, Abel zei niks meer. Sorry, dankjewel mijn broeder. En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja. Hoeveel uren heb je tijd dat we daarover gaan uitweiden? Want dit kan je ook echt helemaal in de hedendaagse tijd trekken. Ja, niet alleen dat, maar door gewoon, kijk, de schapen kennen de stem van de schepper. Mm-hmm. Huh? En de schepper is daarvoor daar om de schapen te hoeden. Ja. Kein vraagt, ben ik de hoeder van mijn broer? Mm-hmm. Of zei jij dat? Ja. Hij stelt God een kwestie. Wat een verstandig idee zeg. God stelt hem een vraag, waar is je broer? En hij antwoordt,
ik verantwoordelijk voor mijn broer? Ben ik de bewaarder van de schapen of zijn jij dat? Ja, dat is een vraag met een wedervraag beantwoorden. Dat is een erg lelijk taalgebruik. Ja. Want hij had ook kunnen zeggen, ik weet het niet. Of hij had eerder kunnen zeggen, ik heb hem net vermoord. Dat noemen we vandaag de dag casuistry, casuïstiek en sophistry. Ja, haarspelderij. Ja, haarspelderij en met één woord het ene bedoelen en het andere zeggen, of met het ene zeggen en het andere bedoelen en zo van die dingen. Ja. Dat is casuïstiek op zijn fijnst. En dat is wat Abel hier ook heeft. Mm-hmm. Hij krijgt, het kan je ook krijgen, hij krijgt die vraag van de Heer, waar is Abel je broer? Alsof dat God dat niet wist. Mm-hmm. Aha. Mm-hmm. En hij zei, ben ik mijn broeders bewaarder of beheerder of hoeder? Of zeide jij dat? Jezus Christus haalt toch in een van zijn gelijkenissen aan. Dat hem dat ene schaap dat wegloopt, veel liever gaat hebben als die 99 schapen die ergens op hem staan te wachten. Prachtig verhaal, ja. Veel gelukkiger is als hij dat ene schaap terugvindt, dat afgedwaalde schaap terugvindt, dan die 99 anderen die ergens op een veilige plek op hem zitten te wachten. Mm-hmm. Ja? En dat is nu precies waarop Kain hierop gaat inspelen. Hè? Daar was je schaap. Waar was je dan om hem te beschermen? Maar waar Kai natuurlijk geen rekening mee gehouden heeft, Abel heeft een rechtwaardig offer voor de Heer gebracht. En Abel was door zijn geloof gered. Heilig gemaakt en gered. Mm-hmm. En Abel zal dat niet zijn, want hij heeft de vruchten van zijn eigen werk voor de Heer gebracht. En op die manier geprobeerd zijn rechtwaardigheid te, tussen aanhalingstekens, te kopen. Ja? Maar rechtwaardigheid kun je voor de Heer niet kopen. Die kun je alleen krijgen. Dat is een geschenk. Ja? Through grace you are saved. Through faith. And that is not of yourself. That is not of yourself. It is a gift. Lest that any man should boast. Staat ergens zo in Korinther, denk ik. In de Korintherbrief staat het er zo in. Kunt dat je opzoeken. En daar gaat het hier ook weer op neer. Ben ik mijn broeders voeder of zijn jij daar? Dat is een erg slecht idee. Ja, wat ik even, een beetje komisch wat ik nou ga zeggen, maar ik zit nu veel te kijken naar Netflix. Om gewoon even te kijken waar iedereen naar kijkt. En er zit, laten we naar zo'n detective ding gekeken. En dan stelt ook zo'n inspecteur, dat is dan tegenwoordig meestal een vrouw. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar dat zal te maken hebben met dat het jezuïeten zijn die dat maken. Maar dan vraagt zo'n vrouwelijke detective iets aan een verdachte. En dan stelt zij de vraag A en dan krijgt ze antwoord op vraag B. En dan weet ze al van, oh, die heeft er iets mee te maken. Dat is ontwijkend antwoorden, ja precies. Ja, ik heb even zitten kijken, maar ik wil nog wel wat verder hoor, om het even mooi af te maken. Wil jij oppakken bij vers 10? Vers 10, hè? Mm-hmm. Ja. En die zegt, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. Yeah. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Ja, laten we even stoppen, want dit was een heel stuk. Ja. Op zijn Nederlands. Ja, of wil je nog wat zeggen toevoegen nu al? Ja, doe maar. Zeg maar in Nederlands eerst. Vers 10. En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij met een hoofdletter M. Van de aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, ga ik graag naar te ver. Ja, nee, dan ga ik te ver.
Nee. Ja, oh nee, nog niet. Oké. Okay. Wanneer gij 12 en 13. Oké, okay, wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Daar waren we gebleven, ja. En 13 nog? Oh ja, natuurlijk, ja, sorry. Toen zei de Kain tot de Heere, met een hoofdletter H, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Daar zijn we dan. Wat heeft hij gezegd? Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Wat is dat voor een vertaling? Hier in de Koning James staat, my punishment is greater than I can bear. Dat wil zeggen dat mijn straf groter is dan ik kan verdragen. Dat heeft niks damit te doen wat jij juist vorgelesen hebt. My punishment, ja. Yeah. Mijn straf. Yeah. Punishment is straf. Mijn straf is te zwaar om te dragen. Ja, wat heb jij voor gelezen? Ja, in de NBG, Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel, die waar een luchtje aan zit, daar staat, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Dat is niet wat er in de consensus van 1611 door die 50 mensen is bepaald, op basis van dat de... Van de Textus Receptus. Ja, Textus dat, Receptus, is wel een, ja. Dat is wel een heel groot verschil in verstand. Hè? Mm-hmm. Mijn misdaad is te groot of mijn straf is te groot. Ik denk dat we daar wel over twee totaal verschillende lijkt dingen hebben. Lijkt me wel, zijn, want de straf die wordt bepaald door de Heere. En hoe kan hij nou weten dat zijn misdaad te groot was? Wat er hier in het Engels staat, in de koning Jacobus, dat snap ik. Hij voorzag al. Hij zou een vluchteling en een zwerver zijn. Dus maar hij zei eigenlijk van, ja, als we een vluchteling en een zwerver zijn, nou, dat kan ik niet aan hoor. Maar wat in de koning James Bijbel staat, maakt zin. Dat wat in de Nederlandse Bijbelvertaling staat, maakt helemaal geen zin. Nee. Ik ga even mijn pen erbij pakken. Ik ga even een streepje zetten met een vraagteken erbij. Ja, daar komen we toch weer al eens een keer bij die punt dat we zeggen van, kijk, de Bijbel maakt alleen zin als ze zichzelf uitlegt. Mm-hmm. En als ze verstaanbaar is. En uw Bijbel, daar zal ik nu eerlijk zeggen van, dat is dan een Bijbel, daar moet ik me eerst een keer van een priester of van een pastor of van een of andere geleerde moeten laten uitleggen van, zeg maar, wat betekent dat nu? Mijn misdaad is groter als ik kan dragen, dat versta ik niet. Dat maakt voor mij geen zin. De Koning James Bijbel verklaart zichzelf. Ja. Nu dan een keer vanaf gezien. Ik zeg het, we moeten niet elke vers hier tot in het kleinste ontleden en proberen te verstaan en uit te leggen tot in absolute detailjes. Mm-hmm. Maar het is gewoon te zeggen van, oké, voor wat jij gedaan hebt, word jij gestraft worden. Ja? En als jij in de toekomst de grond gaat bewerken, gaat hij niet meer zijn volle vrucht gaan geven. En dat is ja vandaag de dag ook zo. We krijgen hier ook niet de volle vrucht van de grond die wij aan tillen zijn. Dat is inderdaad zo. Zeker niet meer na de zonvloed. Hè. Als hier nog een keer, ik heb daar verleden week begonnen zo'n afspeellijst te gaan bekijken. 60 video's van Carl Bow over evolutie versus de schepping. Fantastische video's. Ik heb de eerste 7 of 8 video's daarvan gezien. En dat is gewoon schitterend. Als je leert met die canapé die over de aarde was voor de vloed en de veranderde atmosfeer die wij hadden, hoeveel groter de mensen waren, de beesten waren, de planten waren, hoeveel beter alles gegroeid heeft, hoeveel meer zuurstof er toen in de lucht was, hoeveel meer CO2 er in de lucht was, al van die dingen. Het is gewoon ergerlijk om dan te zien waar wij vandaag de dag naartoe gekomen zijn, in wat voor een wereld dat wij vandaag leven.
En in elk geval, hij heeft dus een misselijke daad gedaan. En God gaat hem daarvoor straffen. En Kain zegt direct van, die straf is wel veel te zwaar voor mij. Ja. En hoe dat dan verder gaat, ja, dat zullen we dan waarschijnlijk wel een volgende keer gaan bespreken. Ja, dat denk ik wel, ja. Dan gaat het dan in kapitel 4 verder tot waarschijnlijk het einde. En dan zijn we aan kapitel 5 al toe. Ja. Dus en dan begint het spannend te worden. Ja, want vooral 6, daar zie ik erg naar uit. Ja. Dat wordt heel spannend. En dan gaan we daarna kijken welke we gaan pakken. Ik heb nog wel wat ideeën. Maar dan mag je ook wat aan toevoegen. Dat zien we dan wel, ja. Ik vind dat we deze wel, als de mensen dit nu niet begrepen hebben, nou, dan is dat jammer. Maar dat zal niet iets, ja, natuurlijk, ja, kom maar. Iets zeggen om af te sluiten. Ja, ja. Ik heb ja die video's gezien over de schepping, dus creatie versus evolutie. Mm-hmm. Ja. En in een van die video's kwam er een spreuk mee bij, dat je al in het Oude Testament kunt lezen hoe dat God zijn spot drijft met de mensen die in evolutie geloven. In het boek van Jeremia, dat is geschreven ongeveer 3000 jaar geleden. Aha. Ja? Ongeveer, hè? 2,5 tot 3000 jaar geleden. In Jeremia, kapitel 2, wordt de spot gedreven met de mensen die in evolutie geloven. Om het eventjes een keer kort op een punt te brengen. Evolutietheorie leert dat uit het niets leven ontsprongen is door miljoenen van jaar regen die op een steen viel, op een rots, en ineens kwam er leven bij. Zomaar. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Uit dode materie wordt ineens levende materie. Oké? Okay? En dus uiteindelijk komt alles leven van deze ene rots, ja, van die wij afkomstig zijn. Ah, ja. Ja? Wat staat er in Jeremia, kapitel 2, vers... Wacht even, even erbij pakken. Niet te snel. Jeremia, ik pak hem even mee. Ja, Jeremia, kapitel 2, en dan vers 27, maar we kunnen best beginnen in vers 26. We hebben nog eventjes de tijd om het open te doen. Ja, as the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed. They, their kings, their princes and their priests and their prophets. Saying to a stock, thou art my father, and to a stone, thou hast brought me forth. For they have turned their back unto me, and not their face. But in the time of their trouble, I will say, arise and save us. Vers 27. Je zegt tegen een stok, tegen een stuk hout, jij bent mijn vader. En tegen een steen, jij hebt mij geboren, jij hebt mij voortgebracht. Ziet jij hoe God met Jeremia hier kleine 3000 jaar geleden al het spot aan het drijven is met mensen die in de evolutietheorie geloven? Ja. En niet alleen in de evolutietheorie, maar dat verbonden met het tweede gebod. Je zult je geen afbeeldingen maken en je zult je niet neerbuigen naar goden gemaakt van steen, hout, etcetera. Want daar komde jij niet vandaan. De stok heeft u niet gemaakt. De steen heeft u niet gemaakt. Ja. Ik, de Heer, heb u gemaakt. En van mij mocht je en kan je je geen afbeeld maken. Ja, totaal correct. Hey, ik vond dat zo schitterend hoe dat in die video overkwam. Ik denk in één keer, wat wil hij dan nu zeggen? Say to a stock, thou art my father. En ik zeg van, hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat nu? Het is, Perry, op zo'n moment, daar blijft me bijna niks anders te doen als op de grond te vallen, op mijn knieën te vallen, mijn handen ineen te slagen en de Heer te danken voor de wijsheid die hij eindelijk een keer aan mij geeft. Om dankbaar te zijn voor het begrip hoe dom wij kunnen zijn als wij niet in de Heer
en zijn schepperkunst en zijn kunst die ons in alles leidt, ook in alle waarheid leidt, als we dat niet meer willen begrijpen of niet kunnen geloven. Ja, dat klopt allemaal. Ik ga deze, even door. Deze zin van vers 27. Saying to a stock, thou art my father, and to a stone thou hast brought me forth. I mean, God zegt het hier, als we lezen in vers 26, as the thief is ashamed when he is found, zoals de dief beschaamd is als hij gevonden wordt, so is the house of Israel ashamed, evenzo is het huis van Israël beschaamd, het huis, hun koningen, hun prinsen, hun priesters, hun profeten, iedereen, het ganze volk, die priesters die zeggen aan een stuk hout, jij bent mijn vader. En aan een steen, die zij natuurlijk mooi geslepen hebben en dan een mooi figuurtje van gemaakt hebben, jij hebt mij geboren, want ze hebben hun rug naar mij toegedraaid en niet hun gezicht. Op een ander plaats, ik denk in Hezekiel kapitel 8 komt het ook voor, dat hem zegt, Son of Man, zie jij die mensen die hier staan met hun rug naar de tempel en het gezicht naar in het oosten naar de zon en de vrouwen die wenen voor Tammuz in Hezekiel. Dat is hier ook een verwijzing naar hetzelfde. Hè? Zij hebben hun rug naar mij toegedraaid, want ze kijken naar oosten, naar de opgaande zon. Ja? En dus niet hun gezicht naar mij toegedraaid. Ja, als je God niet ziet, dan kun je natuurlijk ook niet in hem geloven. Hè? Of als je gezicht van hem wegdraait, met andere woorden. But in the time of their trouble, they will say, arise and save us. Dus met andere woorden, je kunt nu zo'n atheïst zijn, gelijk dat je zegt van het hart van de overtuiging. Maar ik zeg je één ding, als jij in het midden van de zee je krachten verliest en niet meer kunt zwemmen en dreigt onder te gaan, dan zul je hulp roepen. Ja. Sorry. En als je kilometers ver alleen in de zee aan het drijven bent en er is geen mens in zicht, nog van onder met een onderzeer, nog op gelijke hoogte als een zwemmer of iemand in een boot of in een schip, nog van boven in een helikopter of een vliegtuig of wat dan ook, er is geen mensenziel te bezien en je roept naar help, wie roept je dan om hulp eigenlijk aan? Ja, dat stuk hout, denk ik. Hè? Diegene die je tot dan toe, tot dat ogenblik toe, genegeerd hebt in je leven. Maar dat je altijd van gezegd heeft, van die bestaat niet. In de allergrootste nood, dan vraag je naar God. En hier in dit geval, zegt God, dus als je dan in de tijd van nood bent, dan zegt hij, ja, nu kom maar stok, nu kom maar je geslepen stenen figuur, red mij maar. Ik heb je tenslotte gemaakt, ik heb je heel mijn leven aanbeden, ik heb je offeringen gebracht, nu kan jij een keer iets voor mij doen. En wat doet die steen dan? En wat doet die stok dan? Just, dat wat hem altijd al gedaan heeft. Ja. Niks. Mag ik hem nog even, want je hebt het Nederlands gevonden. Ja, doe maar. Dat zijn 26 en 27 van Jeremia hoofdstuk 3. 2. 26. Gelijk een dief te schande wordt als hij wordt betrapt, zo wordt het huis van Israël te schande. Dubbele punt. Zij, hun koningen, comma, hun vorsten, comma, hun priesters en hun profeten, die tot een stuk hout zeggen. Dubbele punt. Gij zijt mijn vader en tot een steen, gij hebt mij gebaard. Want ze keren mij, met een hoofdletter M, de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde van hun rampspoed zeggen zij, sta op en verlos ons. Ja, ja, einde, ja, prachtig einde. Ik ga zo dadelijk nog even afronden. Ik ga ook nog even iets zeggen over de evolutietheorie van de wetenschappelijke kant. Maar ja. Doe maar het laatste woord. We zitten over het uur.
Ja, Dus ik heb niet mag echt dag een zeggen. laatste woord. Ik heb niet echt een laatste woord. Ik vond dat een heel aangename Bijbelstudie. En ik Jij leer er ook. ook altijd een keer mee bij als ik zo die dingen nog Bijbel eens een nog? keer ga doornemen en daarover ga nadenken. Als we dat hier gaan bespreken. En dan ben ik dan Oh, ook Jurk terug. lijkt weggevallen. Ai. Ja, ben ik Nou, ga ik weggevallen? hem zo dadelijk weer even terugschrijven hoor. Ik maak dit gewoon even af. Evolutietheorie. Ik ben iemand, ik heb een ingenieursdiploma behaald bij de Landbouwhogeschool. Dus ik denk dat ik recht van spreken heb over wetenschap. Ik heb een 9 gehad voor logica, een 8,5 voor taalfilosofie en een 8 voor metafysica. Ik denk dat ik recht van spreken heb over wetenschap. En het verhaal van de evolutietheorie, als je daar het vergrootglas op legt, is dat bullcrap. Net zoals dat mensen van de Bijbel zeggen dat het bullcrap is. Alleen, de mensen die zeggen van de Bijbel dat het bullcrap is, die lezen de Bijbel niet. Maar als je gaat nadenken over het feit dat uit het niets kwarks zijn ontstaan, sommige kwarks die zijn een kiezelsteen geworden, en andere kwarks die lopen in de rondte en die maken zich zorgen of er genoeg ecstasy is voor het volgende feest. Dan ben je gek in je hoofd of gek in je linkerteen of in allebei. En voor de rest wil ik best een discussie aangaan met een evolutionist, maar dan gaan we het wel hebben over hoe de mens is ontstaan uit het niets, met als tussenstation quarks en daarna atomen en de rest, met moleculen en enzymen en celwanden en lichamen met een lever en nieren en longen. En een mond heb je nodig, er moeten tanden in zitten, je moet ogen hebben, je moet twee oren hebben. En je neus, je hebt maar één neus, maar je hebt twee neusgaten, je hebt maar één mond. En wat heeft een mens aan twee monden? Dat zou toch heel handig zijn, conform Darwin? Dan kan je in een McDonald's kan je twee keer zo snel eten. Er zijn dingen die liggen, die lagen al vast en die zullen altijd vast liggen. En als je me dat, want ik weet het van die evolutionisten, dat als ze met mij een discussie aangaan, dan denken ze mij onderuit te kunnen halen op het feit dat de Bijbel niet onderbouwd is met wetenschappelijke experimenten. Ja, dat is die evolutietheorie ook niet. Dat is pure fantasie. Ja, dan kan je zeggen, maar de Bijbel, dat is toch ook maar gewoon opgeschreven? Ja. Maar de Bijbel, daar gaat het over teksten, die zijn inmiddels alles bij elkaar, hoe lang praten we dan? 5000 jaar oud of zo. Zoek het maar. Je kan het zo vinden op Wikipedia hoor. Maar dat boek waar Jurk en ik nu aan het voorlezen van zijn, dat is het oudste boek. En het is al die millennia overeind blijven te staan. En de evolutietheorie van Charles Darwin. Ik heb een boek hier in huis van meneer, die heet Jordan. Dat is een Hollander, een Nederlander. Die veegt er zijn bibs mee af. Dus vandaar, als die evolutionisten het recht hebben om die ongelofelijke onzin. Want te zeggen, ja, je had het niets, je had het kwarks en toen kreeg je zeedieren en dat werden halfapen, dat werden apen en daar stam ik vanaf. Dat wil zeggen mijn moeder en mijn vader, dus ik ook. Besef je goed wat je zegt? Hey mensen, we gaan hem oppakken bij het volgende vers waar we dan gebleven zijn. En dat wordt dan Genesis 4. En dat wordt dan dus vers 14 gaan we oppakken. Dus dit was tot en met vers 13. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel dit erg op prijs en ik weet zeker dat Jurk dat ook vindt. Dus dank jullie wel. En aufs Hamburgs, sag ich. Tschüss. En dag lievers.